Goedenavond, welkom terug bij Z2Day. Kijk, daar zit u op de bank. TV aan, denk ik, afstandsbediening in de hand. Terwijl die nieuwe lamp nog steeds niet is aangesloten. Plinten, die zijn nog altijd niet geschilderd. Nee hoor. En straks trekt u weer een relaxte tablet of de laptop op schoot. Druppelende kraan, joh, gewoon laten druppelen. Kinderkamer wordt nooit meer behangen. Want we klussen niet meer in dit land. Doe het zelf eens uit. De bouwmarkten die voelen het. Ondanks herstel op de huizenmarkt blijft hun omzet maar dalen. Thijs Bouwman, wat een schokkende constatering vandaag van... Ja, van economen van de ABN AMRO. Die hebben onderzoek gedaan. Ja, die waren heel erg geschrokken van een grafiek die ze hadden gevonden of hadden samengesteld. Waarin bleek dat de bouwmarkten behoorlijk achterbleven. Kijk maar even mee, dan zie je dat de woonwinkels sinds 2012, hè, sinds eigenlijk de huizenmarktcrisis, alweer behoorlijk zijn opgekrabbeld. Dat is die donkere lijn, staat alweer op zo'n 5-10% hoger in omzet. De bouwmarkten hadden even teken van leven begin 2014, maar zakken nu weer weg en hebben gewoon geen herstel laten zien. En ja, daar schrokken ze van. We klussen niet meer. Nou, dat is de conclusie van ABN AMRO in elk geval. Die durven dat ook zo hard te zeggen. We klussen niet meer, vooral de jongeren klussen niet meer. Ja, kijk even mee naar een CBS-enquête over wat we doen met onze tijd. Ja, daaruit blijkt dat in 1997 nog 13% van onze vrije tijd, hè, niet van onze tijd, maar van onze vrij besteedbare tijd, aan het klussen waren. Nee, ik zeg dat verkeerd. Ik moet die grafiek goed lezen. Excuus. Het percentage Nederlanders dat meer dan 5 uur per week aan het klussen is... Dat is ook wel veel meer dan 5 uur per week. Nou, als je een beetje bezig bent, dan zijn 5 uur zo voorbij. Ja? Maar iedere week. Gemiddeld. Dat percentage bedoelt 13%. Kijk, jullie zijn echt helemaal verbaasd. Ja. De wereld al niet veranderd. Echt klussers hier aan tafel. Nee, wij klussers weten, 13%, dat is echt... Nou, dan ben je met begonnen. 6% van de Nederlanders zegt op dit moment dat ze meer dan 5 uur klussen. Inderdaad, als je kijkt naar tussen 1 en 4 uur per week, dan is het ongeveer gelijk gebleven. Dat zegt zo'n 30% van de Nederlanders. Maar toch, dat plaatje laat zien dat het uit aan het raken is. Dat fanatieke klussen, dat uitgeraakt is. Vooral bij jonge generaties. Ik vond een hele mooie, bijna onwetenschappelijke quote van ABN AMRO in dat rapport. Ik heb hem even meegenomen. Ze zeggen, jonge generaties lijken geregeld 2 linkerhanden te hebben. En niet over een eigen hamer en gereedschapkist meer te beschikken. Dus al zouden ze willen, ze kunnen het niet eens. Een beetje de patatgeneratie, zeg maar. Nou. Ja, toch? Ja. Niet zo lelijk over de jonge generatie. Is het erg? Jullie zitten hier aan tafel. Is het erg? Nou, de ouderen vinden van wel. We zijn naar zo'n centrum voor ouderen gereden. Zo'n bouwcentrum, een bouwmarkt. En daar hebben we die vraag voorgelegd. Centrum annex bouwmarkt. Precies, hebben we voorgelegd aan oudere klussers die we daar toch nog aantroffen. Ik vind het zonde. Ik denk dat je een hoop geld zelf kan verdienen om zelf dingen thuis te gaan doen. En ik heb 2 zoons die ook ontzettend veel klussen. Heb ik misschien ook wel meegegeven. Ja, en daar pluk je nu wel de vruchten van. Als ik het aan mijn dochter en mijn schoonzoon zie. Die zoeken een ander huis op dit moment. Het liefst kopen ze gewoon een huis wat bijna in 1 keer voldoet. En dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat ze... laten we zeggen, ik vind klussen wel heel leuk. Maar ik geloof niet dat zij dat zo delen. Ik denk dat de jeugd het niet aandurft. Dat ze eerst de kat uit de boom kijken en dat ze later denken. En het dan misschien liever door iemand laten doen. Ik heb ook mijn zoon leren fietsbanden te plakken. En als ik hem dat niet geleerd had, had hij misschien jaren overheen gedaan. En zo is het ook met klussen. Juist. Ja. Oefenen baart kunst. Breng mot in het fietsen maken hoor. Maar het lijkt me slecht nieuws voor de Gamma's, de Karwei's, de Formido's, hoe ze ook allemaal heten. Ja, en voor de moederbedrijven van die bedrijven. Een paar grote spelers in Nederland. Die liggen al onder vuur vanwege de Duitse en Zwitserse bouwmarkten die naar Nederland komen. Ja, daar kunnen ze niet bij hebben dat de trend gewoon tegenstaat. Nou, Wouter Weijden is van de branchevereniging van bouwmarkten. En die houdt de moed erin. We hebben hem gebeld. En hij ziet nog best veel jongeren in zijn winkels. Luister maar. Dat herkennen wij niet helemaal. Er komen ook nog wel zeker jongeren naar de bouwmarkten. Je ziet wel dat er wel iets grotere klussen iets vaker worden uitbesteed. Dat wordt wel herkend. Maar vaak wordt daar wel aangekoppeld dat mensen dan naast de grote klus ook wel zelf dingetjes tegelijk gaan doen in huis. Dus die combinatie maakt het wel weer dat mensen dan ook wel weer naar de bouwmarkten gaan. De echte klussers kunnen zeker nog juist terecht bij de bouwmarkten. Maar je ziet ook wel steeds meer producten ontstaan die al wat meer af zijn. Om een voorbeeld te noemen. Vroeger was het heel moeilijk om een pakketvloer te leggen. Tegenwoordig is het al een stuk eenvoudiger om bijvoorbeeld een kliklaminaatvloer te leggen.
Ja, het gemak dient de mens. Zelfs met één linkerhand kun je geloof ik nog kliklaminaat. Ja, nee, dit is het hele erge. Hè? Ja, maar dat is toch ook klussen, kliklaminaat? Nee, dat is helemaal niet klussen. Je moet je handen vies maken. Je moet zagen. Je moet mis kunnen zagen. Kliklaminaat, dat is echt voor klusmietjes, vind ik. Sorry hoor, maar dit is het hele erge. Ik kwam graag boos over worden. Ja, ik zeg niks meer. Want, ik kwam graag bij de bouwmarkt. Het was het paradijs van de man. Het was ons laatste plek waar we nog gewoon met hamers en zagen en boorhamers en gevaarlijke niet-machines aan de slag konden. Maar ik vond het altijd doodeng als je bij een bouwmarkt kwam. Want dan moest je ging altijd heel ingewikkeld. Vragen instellen. Je moest dan wel het dubbel getengelde... Juist, goede woord gebruikt. Dat is belangrijk. Ja, goede kleren aan. Dat is dus echt mannelijk. Hè? Dan ga je naar de bouwmarkt en je weet je in de groep te vechten met de juiste benamingen. Zo was het vroeger. Dit is geen leugen. Ik ging laatst een schroefje kopen in de bouwmarkt. Een schroefje met zo'n gleufje bovenin voor een platte schroevendraaier. Ze hadden geen schroefje met een gleufje meer. Wat ze wel hadden was geurkaarsen en van die lelijke bordjes met Home Sweet Home die je boven je bankstel in je Phoenixwijk kunt hangen. Ja, het is echt het is verschrikkelijk. De vervrouwelijking van de bouwmarkt. Het is een beetje eigen schuld, eigenlijk. Ik ben benieuwd in hoeverre de grote bouwmarkten, waar we niet de cijfers direct van hebben voor Nederland, de buitenlandse bouwmarkten, die nog wel gewoon hele ingewikkelde dingen met moeilijke woorden verkopen en daar niet Home Sweet Home op hoeven te tekenen, of die er last van hebben. Het is allemaal anekdotisch bewijs, ik wil toch even weten, want jij bent zo'n echte klusser. Hebben we een soort tweedeling in de bouwmarkten? Eentje met jasmijn, kaarsen, geur, kaarsen, Home Sweet Home, bordjes. Ja. En bouwmarkten voor de echte mannen? De echte mannen, ja. En dat zijn helaas niet die van de Nederlanders. En er lopen dan vier mensen, waaronder Matthijs Bouwman. Nee. En heel veel ZZP'ers van die echte goede bouwmarkten, die zijn ook geschikt voor kleine aannemers, die dus professioneel klussen. Ik wil zeggen, de klussen moeten er nog wel gedaan worden. Het is niet dat we onze huizen elkaar laten storten. Hoor. Nee, precies. Dus je vraagt of je vader, hè, die stuur je dan naar de bouwmarkt, zoals in het filmpje zagen, of je besteedt het uit aan een ZZP'er. Dat gebeurt wel veel vaker. De klusmonitor van Werkspot is uit. Werkspot is zo'n site waar je klusjes kunt aanbieden en kopen. En die zeiden, het aantal klussen is het afgelopen kwartaal met dezelfde periode vorig jaar vergeleken met 33% gestegen. Dus we klussen niet meer, maar zij klussen gelukkig nog wel. Later naar doen. Het is toch een patatgeneratie. Dankjewel, Matthijs Bouwman.